Advocatenkantoor uit Capelle aan de IJssel helpt al jarenlang bij de geheime export van Iraanse olie. Blijkt uit onderzoek van BNR. Een Surinaamse dochteronderneming van dat kantoor recruteert in Paramaribo locals die tegen betaling op papier eigenaar werden van een olietanker. En op die manier blijft verborgen wie nou echt achter die schepen zit. Het is een truc om Amerikaanse sancties te ontwijken. En zo verdient de Islamitische Volksrepubliek miljarden. Geld dat volgens de Amerikanen wordt gebruikt om Hamas en Hezbollah te financieren. Je hoort een bijdrage van Erik van den Berg van de BNR Onderzoeksredactie. Iran launches its largest attack ever against Israel, firing more than 100 ballistic missiles at the country. Some of which at least have landed on Tel Aviv. Nadat Iran Israël met raketten bestookte, sloeg Amerika terug. Het raakte Iran daarbij op een heel andere plek, in de portemonnee. President Biden and other G7 leaders will sanction Iran for its attack this week on Israel. Gek genoeg werden geen Iraanse bedrijven gesanctioneerd, maar 3 Surinaamse. Ze zouden wel betrokken zijn bij de handel in Iraanse olie. BNR zocht uit wie er achter de bedrijven zat. En dat blijkt, gek genoeg, een jurist uit Capelle aan de IJssel te zijn. Annelies Brinkman, onze correspondent in Suriname, kwam erachter toen ze een bezoek bracht aan het kantoor van de gesanctioneerde bedrijfjes in Paramaribo. Volgens mij op een hoek. En ja, dat zag er op zich wel netjes uit. Er hing daar een gigantisch bord van een Nederlands advocatenkantoor. Het ging om Tahiri International Law Firm. Dit internationaal opererende kantoor van Massoud Tahiri zette jarenlang olietankers op naam van betaalde stroommannen in Suriname. Hierdoor bleef de echte eigenaar verborgen en konden de schepen Amerikaanse sancties ontduiken. De olietankers exporteerden zo stiekem voor miljarden aan Iraanse olie. Tahiri zelf vindt dat hij niks verkeerd doet. Ondernemers bijstaan in Iraanse oliehandel mag in Amerika streng verboden zijn. In Europa mag het gewoon. Ik verleen juridische diensten aan iedereen die een juridisch vraagstuk heeft. En dat geldt ook voor mensen die met Iran zaken willen doen. En ik heb niet het regime gesteund. Ik heb gewoon juridische diensten verleend aan een onderneming die zaken doet met Iran. Wie zijn klant is, wil Tahiri niet zeggen. En hij zegt hierbij gebonden te zijn aan zijn geheimhoudingsplicht. Toch is er goede kans dat dit kunstje in Nederland binnenkort ook strafbaar wordt. Er ligt namelijk al een wetsvoorstel klaar dat advocaten verplicht melding te maken van sanctieontwijking. Advocaten zouden zich dan ook niet meer kunnen verschuilen achter hun beroepsgeheim.